Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 16. Oeh, goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer de 16e dag. Oké, goed. Ik ga nog even een paar kerstkaarten op de bus doen. En ik heb mijn eigen stiekem een beetje verwend vanmorgen. Ik heb namelijk kunstnagels. Het is heel erg wennen, maar ik ben er wel heel erg blij mee. Oh, het is koud buiten. Ik lig de hele dag eigenlijk ook gewoon lekker te stinken op de bank. Lekker mijn gemak aan het houden. Even kijken hoe deze kerstkaarten moeten hoor. Nou ja, dit is sowieso... Die moet daar. En deze. Oké, daar gaat hij de kaart naar de vrienden in Amerika. Hij is weg. En ik heb de huissleutel hier in mijn hand. Die moet ik ook niet kwijtraken. Maar kijk, ik heb dus kunstnagels laten zetten. Hoe leuk. En mijn andere hand, maar de camera mee vast. Dus het is wel eventjes wennen heel erg. Maar ik vind het wel heel erg vet. Oh, nu is het zo koud. Oh. Het is heel erg koud. Maar in ieder geval, ja, ik doe gewoon de hele dag niks. Echt niet, heel eerlijk. Ik verveel me eigenlijk ook wel een beetje. Het is gewoon lekker een hangdagje vandaag. Mijn moeder is door de rug en is niet lekker, dus je had ook de gemak. Nou ja, ik ook. Vanmorgen alle kerstspullen klaargezet. Mijn vader is vandaag aan het werk, maar die komt vanavond wel thuis. Dus kunnen we de adventkalender wel gewoon vanavond doen. Het adventkalendercadeautje ligt trouwens al stopt. Dus ja, zodoende. Het gaat goed. Dag. Zestien. Ik gebruik hier geen hooi, maar ik lig lekker zacht in de... Kooi. Ja, hè? Ja. Kooi. Welke kooi? Zoeken, zoeken, zoeken! Die zag ik toch pas geleden hier ook op tafel staan. Een robotje. Ja, voor je vaste tijd. Die zit te bang. Goed, het is donker en avond. Dus het is tijd om alle kerstverlichting aan te zetten. Of in ieder geval alle verlichting. Ga ik nou ook even doen. Ik ga dit allemaal dicht doen. Dat is echt zo irritant met één hand. Mijn nagels zitten er nog steeds op. Het is nog steeds heel erg wennen. Het is heel raar met alles pakken en doen. En... Oh. Ik heb dag 16 van de adventkalender weer gehad. Pff, echt wauw. Het gaat super hard. Het gaat nu ook gewoon echt heel erg snel. Dat je denkt van, oh, nu had ik een cadeautje. Ik denk, wow, dat had eigenlijk, dat leek net alsof het heel lang geleden of heel lang later moest of zo. Het is zo raar allemaal. Wat ik ga doen is ik ga even douchen. Ik ben moe. En mijn haar heeft ook wel even een wasbeurt nodig. En niet alleen mijn haar, maar ikzelf ook wel even. I love it. Ik vind het zo leuk. Maar ik ga in ieder geval eventjes douchen. Dat is wel even nodig. Tot zo. Klaar. Mijn haar is zo lekker oorlog. Maar ja, lekker laat zitten is toch avond. Ik ga er niet meer weg. Het is zaterdagavond en het wordt een chill avond. Zoals eigenlijk altijd wel. Weet je wat ik wel vond? Het is heel erg wennen met die nagels. Tijdens het douchen, elk ding wat ik aanraakte. Of elk washandje wat ik pakte. Of tijdens het afdrogen. Je hebt elke keer het gevoel alsof ze compleet afbreken. Dat is zo wennen en zo raar. Maar
elke keer weer gewoon het gevoel van, oh, hij breekt af. Maar het zit er gewoon nog aan. Het zit er gewoon nog echt hartstikke goed vast aan. Het is zo gek. Het is zo wennen. Maar goed, in ieder geval, ik ben nu even wat vlogs aan het kijken. Van Zoe in dit geval. En daarna ga ik lekker avond eten. En ik heb mijn kerstdekkie ook al klaar liggen. Dus daar ga ik vanavond ook lekker onder liggen. En waarschijnlijk dat ik vanavond eens lekker ga genieten van een Netflix film of serie. Want dat is al lang geleden dat ik dat in de avond heb gedaan. Misschien dat ik een leuke serie ga kijken. Of even kijken of er iets leuks te vinden valt. In plaats van alleen maar vlogs. Goed. Het is inmiddels 2 uurtjes later. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik gewoon, ja, niks meer doe vanavond. Ik ben nu nog YouTube-video's aan het kijken. De Minions komen vanavond op tv, maar die heb ik al zo vaak gezien dat ik er ook een beetje klaar mee ben, heel eerlijk gezegd. Ik denk dat ik vanavond gewoon lekker een Netflix film op ga zetten of serie en daar lekker van ga genieten. Ik ga wel even deze vlog nog editen. Dat wil ik nog wel even gedaan hebben voor morgen. En verder ja, het was eigenlijk alweer de vlog. Ik denk dat hij heel kort is geworden, maar ik vond hem daarentegen best wel heel erg leuk nog. Dus ik wil jullie wel bedanken voor het kijken. Doe deze video alsjeblieft wel een blauw duimpje omhoog als je de Vlogmas video's leuk vindt. En laat even in de reacties achter wat jouw favoriete kerstliedje is. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik luister de laatste tijd heel veel kerstliedjes. Echt alleen maar kerstliedjes. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jouw favoriete kerstliedje is. Laat het even beneden weten in de reacties. En ja, abonneer op mijn kanaal als je meer van me zou willen zien. Ik zou het heel erg leuk vinden om je erbij te hebben. En dan zie ik je morgen weer bij een nieuwe vlog. Doeg, tot morgen. En hopelijk zitten deze nagels er morgen nog aan. Ach, ik ben echt obsessief met die nagels. Zo leuk. Ik zie jullie morgen.